Vandaag heb ik een heel erg funky, dramatische look voor jullie. Ik ga het een beetje anders doen dan normaal vandaag. Ik heb zowel een look in mijn hoofd ongeveer, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik ga doen, concreet. Dus ik ga gewoon een beetje proberen en hopen dat het een goed resultaat is, maar we zullen het wel moeten doen werken zeker. En ik ga gewoon al beginnen met het plakken van plakband. Ik ben momenteel vrij sterk ingezoomd op mijn gezicht, omdat jullie het zo beter zouden kunnen zien. Ik ga beginnen met mijn eye primer van Kiko, zoals gewoonlijk. En ik ga mijn oogleden primen. Maar omdat ik wil dat mijn kleuren echt wel mooi uitkomen, ga ik wel een beetje meer oogschaduw primer gebruiken dan normaal. En ook tot echt in de wenkbrauwen. Dan neem ik een jumbo wit oogpotlood van Maybelline. Wat ik dus ga doen is hier het binnenste deel van mijn oogleden bedekken met wit oogpotlood. Ik verwaag het dan lichtjes met mijn vingers. En ik doe hier ook de binnenste ooghoeken en een beetje onder mijn wenkbrauw. Als volgende verwaai ik het dan ook met mijn ringvinger. En ik ga nu mijn wenkbrauwen inkleuren. Als volgende neem ik een kleine oogschaduwkwast en ik neem hierbij het witte kleurtje uit mijn palet en ik doe het onder mijn wenkbrauw. Om zo echt een sterke highlight te hebben. Zie je dat als ik zo'n wit oogpotlood hier onder mijn wenkbrauw doe, dat mijn highlight echt enorm sterk is en dat die witte kleur echt wel mooi uitkomt. Ik ben ook over het witte oogpotlood met het witte kleurtje gegaan. En zo is die witte kleur echt veel sterker gepigmenteerd. Als volgt neem ik een vloeibare oogschaduw van Eyecare. Dat is een zilver kleurtje. En die breng ik aan op het tweede deel van mijn oogleden. En ik dip die nu ook zachtjes uit met mijn ringvinger. En als volgende neem ik nu het lila kleurtje vanuit mijn paletje met een iets grotere platte oogschaduwkwast. En ik breng dat op het grijze gedeelte aan, maar ook richting het witte deel. Dan neem ik nu een kleurtje, een matte kleur die heel erg lijkt op Omega van MAC. En ik blend die in mijn arcadeboog. Dan breng ik nu een vrij fel paars kleurtje aan in een V-vorm op het buitenste deel van de oogleden. Ik breng nu met de rest van mijn kwast de kleur naar de binnenkant meer in de arcadeboog. En ga het met mijn blendingkwast nu vervagen. Ik neem nu nog een net iets feller paars, dat ook net iets donkerder is. En breng dit nu in mijn arcadeboog. Vooral het buitenste deel. En ik breng hiervan de restjes onder de onderste wimperrand. Ik verwaag nogmaals alles met mijn kwast. En
neem nu deze platte oogschaduwkwast weer in het felste paarse kleurtje en ga dit op het buitenste deel van het ooglid doen om deze kant net iets intenser te maken. Dan neem ik een mat zwart kleurtje en ik ga mijn arcadeboog net iets intenser maken. Een heel klein beetje de buitenste kant hiermee aanzetten, maar heel lichtjes. Dit vervaag ik nog eens mooi. En ik breng ook dit zwart nu aan de onderste wimperrand aan. Voilà, hier heb ik een beetje schmink weggehaald en het proper gemaakt. Dan ga ik nu mijn liner zetten. Hiervoor gebruik ik een zwarte gel liner en een schuin afgesneden kwast. Ik ga nu met dezelfde kwast in een zwart oogschaduwkleurtje en ik ga hier bij mijn gel liner zitten met dat kleurtje. En ga ik nu met een zwart oogpotloodje mijn waterlijn inkleuren. Ik ga ook tightlinen. Dat is mijn potloodje tegen de bovenste waterlijn zitten. Dus dit is de onderste waterlijn en je hebt dat ook aan de bovenkant. En je kan daaraan door zo te doen. En je kan ook gewoon zo dat tegen je waterlijn zetten. En je potloodje zo in en weer bewegen. Ik ga dat nu met je gezicht doen. Ik heb het een beetje gezet op mijn gezicht en dan ga ik het zetten met poeder. Een witte transparante poeder. Als ik die nu verder verspreid, dan wordt die eigenlijk transparant. Voilà, dan ga ik nu contouren. Dan ben ik nu klaar voor het gezicht en ik ga nu mijn lippen doen. Ik gebruik hiervoor eerst mijn lip base van Kiko. En ik heb gekozen voor Love Me van de Essence Long Lasting Collectie. Dat is een koud zacht rooskleurtje. En dan als allerlaatste, aangezien nu al mijn gezicht klaar is, ga ik gewoon nog mascara aanbrengen. Voilà! Zoals jullie kunnen zien is dit de look die ik gekozen heb uiteindelijk. Ik heb gewoon gaandeweg wat gekozen. Ik wist wel dat ik mij absoluut wou baseren op dit paletje. Ik hoop dat jullie hem ook uitproberen. Laat een berichtje achter hieronder de video als je hem hebt uitgeprobeerd. Dat zou ik super leuk vinden. Liken en abonneren alsjeblieft. In elk geval, voilà, dit is mijn look. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Daag!